Zo, goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe vlog van vandaag. De medische staf gaat deze dag vloggen. Coaches staan in de sporthal. Voorbereiding op de wedstrijd. Hoge omers van de KNKV erbij. Hey Sanne. Hallo Jan. Hoe is het vandaag? Goed. Ja? Wat heb je gedaan vanochtend? En vanmiddag? We gingen shoppen. En heb je wat gekocht? Ja, ijs. IJs? Daar is hij zo. Hoi Sel. Hoi. En wat heb je gekocht vandaag? Ik weet dat er iets leuks in je rugzak zit. Ik heb een truitje gekocht van Nike. Ah, leuk. Oké, okay, en wat staat Lara ermee eens? Nee. Ja, dat is nou jammer. En Lin, heb jij nog iets gekocht? Nee. Nee, wel een goede voorbereiding. Ik was op zoek naar sportsokken, maar die hadden ze niet. Hé, dat is nou jammer. Lekker broodje. Heerlijk. Goed nemen hoor. Ja? Het is van neer. Hoe is dat? Ja, wel pauze. Ja, we zijn er weer. De laatste maaltijd voor de finale. Iedereen aan de kast staan. Dus kijk maar even rond wat de dames en heren zitten. Is dat een dame dan nog? Heerlijk bordje pasta! De sporthal waar het vandaag allemaal plaats gaat vinden. De laatste hand wordt aangelegd. Een super enkel. Bij Nick. Nick? Oké. Okay. Zat. Toppie. De kleedkamer van de mannen. Ja, Neil. Geen kleedkamer. Ja, de 2 minuten van de halve challenge. Jij hebt de nieuwe gebroken, dus het is klaar. Ja, dat was mijn schuld. Je binnenkant dicht houden, dus zorg dat je de looplijnen dicht houdt. Belangrijk. Jongens, het einde van de dag. Wat vonden jullie ervan? Maar hoe kan het nou het einde van de dag zijn als we nu naar het feestje gaan? Ja, dat gaan we niet vloggen. Ah, dat kunnen we niet maken. Dat kunnen we niet maken. De beker is weer een sassa waar die hoort. En, wie heeft die beker eigenlijk? Frodo. Frodo. Dat denk ik Frodo. Dat Frodo. En ook Goor. Ja. Misschien maar met Frodo kan poetsen. Hoe kan het Goor is dan? Ja, dat heb ik. Frodo heeft de beker. Dus hij heeft hem ingeknald. Ja. Nee, absoluut. Gaan we een feestje maken? Absoluut. We gaan heel gezellig doen met die Belgen. Want die weten wel, je een feestje moet maken in het veld, waar is het wat minder gezellig. Oké, jongens. En het publiek in de man. Hey, bedankt, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.